Jamie! Jamie, kom even hier, jongen. Kijk, ik heb een hele mooie broederborstel op mijn lip. Zien jullie hem? Hey, man. Nee? Oh, oké, dat is hey, ja, die staat strak op, joh. Ja, heb jij ook wel een mooi broederborsteltje? Laat even zien, lijkt wel een beetje op die van ons pa. Ja, pap heeft ook een hele goede broederborstel. Echt zo'n goeie, joh. Ja, pap heeft een goeie. Daarom willen wij het ook, maar wij zijn niet zo goeie als hem. Hij had het al toen hij uit de baarmoeder kwam. Toen had hij al zo'n goede borstel. Nou, eigenlijk. Ja, is een ding. Ja, dat denk ik daarvan wel, ja. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. We moeten pap een keer confronteren met onze eigen broederborstels, vind ik. Ja, ik had nog 6 maanden niet scheren. Hopelijk. Ja, kom je dan in de buurt een klein beetje. Nee. Maar ja, als je dat gaat doen, kun je dat gezien op het kanaal Broeders. Staat in de beschrijving. Daarop komen Jamie en mijn epic video's. Buiten gaming, just saying. Abonneer op dat kanaal. Maar het is Ark Week! Yes! Yeah! Ark Week! Wat een vreselijke echo is hier! Daarom doe ik het zo luid. Zeik! Zo! Maar ja, jullie hebben dus vorige week zo hard Ark gesupport dat ik ben doorgegaan met Ark deze week. Volgende week kan er weer een andere game komen of nog een... Ark Week! Dat is aan jullie. Laten we gaan voor 6000 likes per video. En word een broeder. Word deel van dit broederavontuur. Kun je doen door te abonneren hier beneden. Het is compleet gratis. En dan blijven jullie op de hoogte van alle video's. Jamie. Yeah. Jamie, kijk, kom even mee. Jamie, kom even mee. Er is niet veel veranderd. Maar waarom ben ik zo moeilijk snel? Ben ik altijd zo moeilijk snel? Ja, je bent echt verschrikkelijk. Kijk, dit is er veranderd. Ja, we hebben weer de farm teruggebracht. Want dat doen we alleen in Ark Week. Ark Week. Nee, de farm is back. We hebben het even snel gebouwd, de greenhouse. Het is wel fancy, maar het is nog niet echt actief, zeg maar. Niet heel erg, nee. Nee, dat nog niet. Nee, ja, dit is wel lekker stront aan het ontwikkelen natuurlijk. Dat gaat wel lekker. We hebben dus natuurlijk ook... De dodo's. Wacht, hier ligt een ei. Waarom pakt hij hem niet op? Hey, hem op te pakken. Pak hem op. Pak hem op. Ik hoekje, ik zweer. Bah. Ik denk dat hij nog opgepakt wordt, zeg maar. Hij ligt er wel pas net. Ja, hij ligt er pas net. Ik lig er wel pas net. Ja, oké. Okay. Nou, top. We hebben dus een aantal, ja, zeg maar een handvol. Nou, een goede handvol. Nou, en een duim. Dodo's. Ja, hij is opgepakt. Toxic dodo's. En we hebben 3 alpha dodo's. Dat betekent dat we nu ook alpha eggs hebben. Kip, nee, element kibble. Element kibble kun je daarmee maken. En dit is de feeding tray. Dat is wel grappig. Het is gewoon een been. Hierin zitten de megalberries in de rand. Ja, om dodo's eten vlees. Dat is wel lachen. En ik heb hier een outdoor barbecue, omdat ik dit wel cool vond. En hierin kun je eigenlijk gewoon ja, vlees koken en zo. En verf maken. Lekker satéetje. Lekker. Ja. Ik vind het wel mooi, man. Ik vind het wel strak aangesloten. Ja, eens. Het is beter dan ons breeding gedeelte. Ja, heel... die is nog work in je progress. Je bent echt snel, man. Je bent echt heel snel. Ja, maar ik snap het niet. Nee, snel was ik toch niet? Ja, hoeveel movement speed heb je? Want je bent echt heel snel. Ja, 350. Ja, ik 295. Ja, oké, dat kan wel dan. Ja, maar sprint, zit je sprint niet gewoon vast of zo? Ja, weird. Misschien bugged of iets. I don't know. Het kan allemaal. Broeder. Ja. Weet je, we moeten weer even sterk worden. We hebben nu... we zijn weer terug bij af. We hebben een mooi huis. We hebben een vrouw. Oh, 6 kinderen. Nee, we hebben geen ladies, man. Oké, die halen we even weg. Dus we hebben een nieuw huis. We hebben weer dodo's. Daar komt het op neer. Maar we hebben nog even geen sterke fighting dino's, weet je. Nee, we wilden de laatste keer bij jou de wyverns gefixt. Dat is op zich wel nice. Alpha wyverns. Is niet gelukt. Je had kunnen lukken als hij iets langer na hadden gedacht. Ja. Het ding is, we hebben nu alsnog maar 1 fire dino. Dus we kunnen weer zoeken. We kunnen ook even de voorbereidingen treffen voor elementals. We kunnen ook beide doen. Weet je wel, dat is maar net hoe het loopt. Maar ik ben Loki wel benieuwd naar element kibble. Alleen de farm is nog niet helemaal gaande, weet je wel. Dus we hebben wel het alpha boter, alpha eieren. Ja, we moeten dus wel even het zaad opnieuw planten. De zatjes. En amarberries fixen en cooked prime meat. Cooked prime meat is wel goed te doen. Dat hebben we sowieso. Nou, doe je vooral je prime meat in. Voor de ja, dat heb ik ook gedaan. Ding, ja, vet veel cooked prime. Nou, top. Scorpion King! Ik weet niet wat allemaal verloren is gegaan. Ja, bijna alles. Maar WhatsApp, jongens, jullie kregen een berichtje. Ik was het niet. Zijn jullie weer lasagne aan het eten van je moeder? Waarom doen jullie dat altijd met mijn video? Stop nou, stop. Je mag geen lasagne eten, dat is gevaarlijk voor je. Grapje, dat is lekker. Tenzij je niet tegen melk kan en je lasagne is op melk gebaseerd. Of bechamel, hè, Jamie? Bechamel, jij kent het. Bechamel. Bechamel, ja. Hij is wel lekker. Hij is wel lekker, hè. Hij is wel lekker, ja. Ik heb trouwens hele gekke S+ crops gemaakt, maar deze pakken niet automatisch alles op, heb ik het idee. Of deze, de fertilizer, weet je wel. Jongens, zet nou je WhatsApp uit, tering. Doe jij eens dit? Dit is zo ongemakkelijk, wat? Dit. Ja? Ik teleporteer echt van links naar rechts, jongen. Ja, je bent echt heel snel, misschien moet je reloggen. Zie je op jouw beeld ook? Ja, misschien moet je reloggen, man. Ja, je bent gewoon vet snel. You're fast. Ja, maar dat klopt niet, zo snel. Ja, nou, dan is er iets kapot. Misschien zit je wel... Ik heb het ook een keer gehad, hoor. Dat ik echt mezelf te snel voelde, weet je wel. Ik had toen een hele snelle bril op of zo. Ja, ik ben... Ik was lekker aan het bezaden.
Ja, dat is wat ik doe, weet je. Daar hou ik van. Oké, dat is raar. Hoezo? Nee, dat weet ik niet, zeg ik niet. Weet je hoe lang ik met de groene vingers heb gewerkt? Ja, weet je hoe lang ik het heb gedaan, joh? Ik werkte vroeger bij een, weet je wel? Een ding, een planterij, een kwekerij, hè? Ja, daar denk ik driekwart van de comments, Rudy, what the fuck? What did you make, Rudy? Hm? Ja, wij waren een tryhard voor 2 euro per uur. Ja, maar het was allemaal van dat groene spul, toch? Van die planten. Dat was de goodies. Het waren de OG blauwe bessen. Oh, blauwe bessen. Oh. Ja, dat was de Gucci. Kutwerk, jongen. Blauwe bessen, oh man. 2 euro per uur strijden, ouwe. Weet je die blauwe druiven? Nee. Hey, weet je wat de grap is? Nu met de coronatijden zijn we ook even 2 euro per uur aan het strijden. Auw. Ja. Ja, daar heb je maar een punt, ja. Ja, ah, it takes me back, man. Ja, alleen hier is het wel gelukkig even 20 graden minder warm. Alhoewel, ik begin wel te zweten nu. Oh, dat sick. Blijft. Dit blijft sick. Ja, wat is dat van ding hier? Prom Chief, allo... Oh, een Prom Chief? Een Prom Chief is bad news, ouwe. Ja, die zit onder de base. 106k HP. Ja, een Prom Chief heeft onze base kapot gemaakt. Nee, dat geloof ik nooit. Dat was een Prom Chief, volgens mij. 106k HP. Ja. Ja, maar hoeveel damage denk je dat je doet? Nee, ik zeg niet dat ik hem ga killen. Oh, oké. Okay. Maar deze was veel slechter dan die vorige. Kijk de Vicky. Dit is een demonic hound. Nee! Oh ja, maar jij hebt die suit, jongen. Ik schrok me kapot, man. Die glider, ja. Ik doe geen eens mijn best om een armor te maken. Ik neem gewoon klof mee, doe ik mijn glider op, vind ik het best. Ik heb ook gewoon klof, man. Het gaat toch kapot. Het doet niks. It's too strong, man. Nou, laten we verwachten tot de dag is en dan gaan we dingen tamen, joh. Oh ja, trouwens, we hebben ook nu veel meer toxic bullets. So we can tame like crazy. Oh, en dat niet alleen. Ik had een theorie dat ik mijn Primal Fabricated Rifle met augments kon upgraden. Dus alleen de damage en de durability omhoog kon doen. Zonder hem ascendant te maken, want dat is duurder. Kan dus wel, maar dan stopt hij op 200%. Dus dat kun je beter alsnog eerst ascendant maken. Ja, ik heb een Manscraft. Hoeveel damage heb jij erop? Maar die van mij die doet nu 613,8% damage. Zoveel? Ja. Holy shit, ik heb 314. Oh, oké, okay, maar je hebt hem dus niet ge-enhanced. Nee, ik heb hem niet ge-enhanced. Enhanced? Nee, dan niet. Oké, okay, ja, dat kan hem. Oh, kut, heb je Alpha Kibble bij? Haha, 3. Neem even wat mee. Ah! Mijn bijl! Hak hem! 12.000 damage. Lol, 12.000 damage. Goed, ja, ik. Ah, nog één! Laat me met rust. Oké, okay, mijn bijl is trouwens tering sterk, jongens. Kijk. Ik zat net met mijn pikey te steken. En toen kwam ik achter dat mijn bijl echt gewoon 12.000 damage doet. Ik schrok. Ik was aangenaam verrast, wel. Maar goed. Ja, wat ik dus wilde, Jamie, is ook gewoon zelf wat kibbel hebben. Oh, lekker. Oh, lekker. Oh ja, nou ben ik dus veel te zwaar. Ik weet niet of je inventory vol hebt hangen, maar... Nee, 400 weet, maar. Valt er mee. Oh ja, deze... Oh, deze PT is ook al flink uitgeleveld, of niet? Ja, allemaal movement. Kijk, ook al die zaadjes nog bij. Oké, nou dit wordt hem niet. Oké, deze is snel. Ja, precies. Ja, deze mag er wezen. Ja, je kan ook gewoon niet door mij tp'en. Ik vlieg wel gewoon turbo mode. Wat level is deze? Wat level is deze gear zo? Apex Fire Weapon. Nah, it's too soon, man. Too soon. Je hebt hier ook heel veel Alpha Archies, by the way. Of Apex, I don't even know. En alle andere... Wow, wat is dat? Ik zie hier een rock golem echt gewoon gloeien. Een lava element. Is dat zo'n chrome? Nee, dat is een normale. Oké. Baka. Jamie. Oh, dat was fire elemental. Wow. Jamie. Yeah, kom maar aan. Ik word alleen geachtervolgd. Geachtervolgd of achtergevolgd? Geachtervolgd. Maar is het goeie of goede? Goeie. Ah, is een goeie. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, is goeie. Broeders, wat denken jullie? Goeie of goede? Of koeien? Let me know. Kom eens down below. Het is papa warm. Schiet op. Ik wil dingen temmen en gewoon in een ijsbad springen. Nou, hier is dus helemaal niks. Bye, have a great time. Ja, ik heb hier één alpha poison. Is dat wel 51. En poison is niet echt het lekkerste element ofzo. Nee. Ik heb hier wel een eitje. Wat is dit? Een lightning wyvern egg. Ja, maar dat is een normale wyvern. Maakt niet uit. We hebben wel een ei. Ja, neem mee. Maar. Ja, dat doe ik ook. Ik was even vergeten hoe kut een PTE was. Fire Wyvern. Nee, ik zoek iets sterks. Kom op, even 180, weet ik veel. We moeten echt die difficulty ophouden, man. Levels zijn echt bouwd. Hey, kijk, het is een eitje, jongens. Oh, lekker. Oh ja, heel tol. Oh, heel chill. Oh, lekker. Oh, 185. Wauw. Wist ik maar waar je was, man. Dan kwam ik je helpen. Oh, hier is een base. Hier is een base. Ik heb een base. Oh, dit eiland is vet. Ja, hier is een base. Waarom kan ik hier niet... Ik ben dood. Daar ben ik. Dit is een mooie plek. Oprecht. Very cute. Wat hier ook kunnen wonen. Dit is een veel mooiere plek.
Nou ja, laten we nog een base gaan bouwen. Ja, daar heb ik echt zin in. Heb je getipeet? Heb je getipeet? Nee. Oh, ik hoor echt zo'n geluid. Nou ja, als je toch tipeet, kijk hoe mooi het hier is. Wauw, prachtig. Oh yeah. Oh, dit eilandje. Zet wel even je bijl in, want het is hier gevaarlijk. Kill die Tech Raptor, dan krijg je... Ja, doe maar. Oh nee, dit is geen Tech Raptor. Wat is het? Oh. Ja, dat is zo'n gek. Proom. Oh ja. Chrome Scarlet Raptor Mini. Als je niet echt... Yo, wat dan? Doe even normaal, joh. Ik zie ze helemaal rondschaatsen daar. Ja, nee, doe me niet. Ga maar weg. Nee, ja, oké. Okay. Ik wilde net gaan bijten, maar dat doe ik niet. Oké? Okay? Nee, Wyvern. Waar hadden we het over? Wyverns. Zo, ja, nou, dit is genoeg reden om hier niet te gaan wonen. Echt, Zo, ja, level 9, level 33. Oh, lekker. Ja, er is ook een Alpha Snow, maar die is te low. Kun je schieten vanaf PT? Oh, dat kan niet. Oh, maar hij is zo hoog. Hij is zo hoog. Eén keer pikken. Ja, ik ga wel even... Oh, wow, wat is dit? Dit is knalrood. Dat is een alpha, dat moet wel. Ja, Apex. Oh, dude, die... Apex. Oh. Kunnen we die... Oh, daar heb je elemental dingen voor nodig, of niet? Elemental X moet je hebben. Ik heb hem volgens mij gepikt, maar niet raak of zo. Oh nee, er zit een pik achter me aan. Oh, er zitten al twee achter me aan, joh, gek, joh. Doe normaal, joh, gek, joh. Electric, dat moet dan dus ook gewoon... Holy elemental. Shit. Holy shit, deze gun doet dorper. Ja? Zo, joh, ik doe 1200 damage, ik snipe ze letterlijk. En knockout, instant knockout. Hij is unlocked. Ja, joh. Oeh. God, ik moet alleen even naar boven lopen, want het is no. Ja, je kan nu tp'en, in principe. Oké. Okay. Elke dag is dat ik er niet op kan. Zo, man. Oh, ik zie hem al liggen, joh. Zo. Nou ja, doen we even een killtje erin, joh. Twee heeft hij denk ik nodig. Misschien één als we geluk hebben. Teamhelper werkt dus niet op deze geese. Dat is wel jammer. Bro, ja. Lekker torper. Kijk die damage, joh. Jezus, man. Zo mooi, man. Yo, dit is sick, man. Gewoon even een Alpha Wyvern. Deze kleuren vond ik altijd heel dope. Die gebruikte ik in oude modded serie super vaak. Gewoon wit, zwart-rood. Wit, zwart-rood. Dit is een poison? Ja, dit is een poison. Poison. Ah, dude, als we gewoon even Apex Kill hadden, dan konden die Apex Firewaven tamen. Dat is wel sick. Maar dat zijn dromen. Misschien morgen. Nee, grapje. Misschien overmorgen. Misschien, dat zou kunnen, oprecht. Ik denk dat het nu heel verstandig is om gewoon de ladder omhoog te klimmen. En als we bovenaan de ladder zitten, dan legers daarvan te maken, zeg maar. Ja, dat denk ik dus ook. Want alfas kunnen nog best wel snel doodgaan verder. Maar ze hebben wel lekkere stats, vooral als je ze geleveld hebt. Nou joh, heerlijk. Oh, perfect. Deze verliezen wel echt mega langzaam food trouwens. Oh, en Torpa verliest die rete snel. Hallo. Hij wordt heel snel wakker. Dus ik ben even benieuwd wat het doet. En hij verliest heel weinig food. Nou, ik heb hem gebruikt. Nog één. Nee, wacht even. Nog één. Gewoon één. Niet doen. Kijk, hij verliest nu wel sneller happen. Ja, hij verliest nu veel sneller food, man. Dit is niet in één keer weg, maar hij verliest 100% sneller food nu. Ja. Dus... Deze gaat 200 keer zo snel. Oh, ja, juist. Dan heeft hij een hapje genomen, volgens mij. Oh. Kalm. We hebben hem. Nu did it. Oké, dus de team helpt, dat werkte wel. Alleen op een andere manier bij deze. Yes. Zo lang geleden dat ik Wyverns... Ik vond de Wyverns geen slechte toevoeging aan Ark, weet je dat? Nee, ik vind het super vet. Ja, maar ze werkten. Ze waren niet heel nuttig of zo. Ze waren wel nuttig, maar niet echt overpowered of iets, weet je wel. Ze zijn niet eens wendbaar. Nee, toen in die raid-serie van ons hebben we gewoon nog twee mensen opgesleept met een long. Dat was sick toen. Ja, dat was sick. En de Wyverns, als je die level of movement speelt, jongens, is helemaal wakku. Wakku. Hey, die PT staat hier, hè? Ik weet niet waar je bent. Oh, daar. Oh, echt? Ja. Nou ja, chill man. Terug naar de beest dan. Gaan we vliegen of gaan we vliegen? Ik ben er al. Nee, ik ga vliegen. Ik zie je over een half uur, hè. Bruh. Alpha T-Rex? Wacht, er gebeurt hier van alles. Hold up. Is dat een Alpha T-Rex? Alpha T-Rex. Echt? Ja. Level 234. Ik weet niet of die tameable is. Oh, 234. Dat klinkt niet echt... Zou ik eens één shot proberen? Ja. Er zitten hier heel veel gekke dino's. Dus. Even heel snel, ik heb hem één keer geraakt. Dan vlieg ik weer even weg. Nee, ik kreeg geen torpor. Nee, dat had ik toen ook al een keer. Ja, dan is dit echt een soort van normale Alpha T-Rex, I guess. I guess so, ja. Ik kan hem misschien wel hitten met mijn slijmballen. Blah. Is dat veel damage? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet, nee. Oh, hier zit ook een hele lijpe Griffin. Zo, die wil ik hebben, joh. Wat is dat? Ik moet die namen onthouden. Chrome Griffin gewoon. Die is sick.
Chrome Griffin. Ja, er zit alleen een hele lijp. Oh, er zit heel veel lijp. Er zit echt van alles lijps bij. Chrome Griffin kunnen we denk ik op zich best tamen. Is dat te doen? Hij heeft 253 katorpen, maar er zit iets heel vreemds bij. Er zit hier heel veel vreemds. Ja, er zit hier heel veel vreemds. Hallo. Op dit eiland. Ja, ik weet niet of we... Een prom, daar kunnen we toch nog helemaal niet tamen. Dat is nog ja, we hebben die promiet hebben wij gemaakt, hè. Ah. Ja, en op zich, we doen nu messen van Mounts of Torpor, dus het kan misschien. Ja, ik moet wel zeggen, hij ligt hier heel gevaarlijk. Er zit een beest bij, het is dat ding met de Dodorex-masker. En een Monogarmer die zit te chillen. I mean, we could try, man. Als dit lukt, dan zijn we echt een dikke arc-poosje, man. Ja. Er zit hier zoveel nare shit op één hoofd, het is niet normaal. Oh, er zit een summoner bij. Oh, die summoner die vol... Oh, die summit Prom Direbeers. Oh, dat zie ik de hele tijd. Ah. Dus. Okay. We hebben dus allebei niet een dino waar we vanaf kunnen schieten. Kijk, ik kan hier op landen en dan kan ik een easy shot doen, maar ik denk dat hij me killt voordat ik weg ben. Ze zijn hier is er nog een dikke jukel, hè? Ja, die jukel die heb ik gezien. Oh, god. Oké, ik heb twee keer gehit. Kijken wat het doet. Oh, ik zag torper. Ja, die Prom Griffin heeft veel torpor. Ja? 100 kaal. Hij wordt nu ja, alleen... Maar... Hij is dood. Hij is dood. Hij is dood. Hij is gewoon dood. Oh man, viel hij nou Nokkie? Hij is gewoon dood. Ja, voor hetzelfde kwam als die Nokkie. Het zou zomaar kunnen. Als dat zo is, dan doen we echt rete veel torpor, ik zweer. Was er met jouw gun of wat? Ja. Ik heb twee keer geschoten. Oh, wauw. Ja, je hebt daar die summon-ups. Maar die kunnen we niet tamen, daar hebben we die eieren voor nodig, die Promax. Buffoon Megatherium is nog een ding. Oké, treurig, laten we terug gaan naar base. Hé, ik ben alweer. Ik bedoel, wacht, nee, ik zou vliegen. Momentje, knip de... Oh, wauw, de base. Oh, ik ben helemaal hier naartoe gevlogen, wauw. Zo, hey, Jamie. Hey. Zullen we deze even lekker op het dak parkeren? Zo'n big ass. Kijk, je hebt een kleine broertje over staan. Oh ja, nee, maar die kan dood. Oh, dude, deze is zo sick. Hij ziet er sick uit. Ik weet niet of hij sterk is. Nee, Poison is nooit sterk. Niet voor PvE. Ik deed me altijd aan Aragorn denken, weet je wel? Die Wizards. De film die ik 6 keer heb gezien, maar ook weer 6 keer niet. Aragorn, ik zou willen dat daar een vervolg op kwam. Ik weet niet waarom, maar ik vond het gewoon een goede film. Goede. Ja, ik was 6 keer slapen gevallen. Yo, maar dit is lijp. Ja! Nee! Waarom volgt hij? God stink ding. Ik had hem helemaal lekker geparkeerd. Ik was net zo... Nee! Nee, ik was net zo enthousiast. Nee, nou doet hij weer kut. Hey, thanks voor het kijken. Check andere video's. Abonneer dus 100% op mijn kanaal. Anders krijg je... Bye.